Mijn naam is Wilbert Hoogwij. Ik ben projectleider namens Domo Sportsgras. Een Belgisch bedrijf dat voorziet in kunstgras, produceert zelf kunstgras. We staan hier bij een kunstgrasveld wat we onlangs hebben aangelegd voor de gemeente De Wolde-Hogeveen. We hebben vorig jaar een aanbesteding gehad voor een tweetal kunstgrasvelden voor de aanleg van in 2019. Daarbij was ook de uitvraag vijf aanlegvelden voor 2020, waaronder het veld hier bij VV Wakker. Dat hebben we onlangs afgerond in alle tevredenheid van de gemeente. En daar hebben wij ook een betonproduct, zoals die hier ligt, toegepast. Het is een speciale plaat die ontwikkeld is door Zwaagstra met een opstaande rand ter voorkoming van het verplaatsen van microplastics in de buitenruimte. De afwerking van de betonplaat is een gebezemde structuur, zeg maar. Dus een soort anti-slip. Men mag de anti-slip eigenlijk niet noemen, maar dat is eigenlijk om te voorkomen dat het met vochtig weer, zeg maar, heel erg glad is voor de sporters. Nou, deze plaat is eigenlijk dan wel uniek, zeg maar. Normaal hebben ze een strakke plaat, maar hier zit een opstaande rand aan. En die is puur bedacht, zeg maar, voor het invul. Wat dan uit de mat ontstaat, zeg maar, dat komt dan hier op. En met wind zou dat buiten het veld kunnen komen. Nu zit deze opstaande rand, zeg maar, en dat is puur ter voorkoming van dat de TPE in dit geval buiten het speelveld komt, zeg maar. En dat is ter voorkoming van het verspreiden van microplastics in de openbare ruimte. Tevens wordt deze naad tussen de twee platen wordt afgekeerd, zodat ook hier uitspoeling de uitspoeling van de TPE tot een minimum beperkt blijft. Tevens zie je hier ook de gebezemde structuur van de rechterplaten ten opzichte van de gladde structuurplaat die in de hoekoplossing gemaakt is, zeg maar. Dat heeft puur te maken met het stortingsproces in de fabriek. Verder zien we op deze plaat, zeg maar, ook de voorgeboorde gaten in waar het hekwerk in staat, zeg maar. Er wordt de paal ingezet. Hekwerkpaal, en die wordt dan netjes afgegoten en dan komt dan een stelring omheen, zeg maar, ter afsluiting van alles. Het aanbrengen van de platen, dat doen we eigenlijk op het moment dat de zandbaan gereed is. We doen dan met een kilver die met laser gestuurd is en zorgen dat de onderbaan vlak is. Dan komt de vrachtwagen van Zwaagstra, die lost de platen in depot. Wij zorgen dan dat we met een shovel de platen rondventen. Om de zoveel meter wordt er dan een pak neergezet. En dan komt de stratenmakersploeg. Die heeft een mini-kraantje met een zuignapje. En die zorgt dan dat de platen mannetje aan mannetje naast elkaar gelegd worden, zeg maar. We beginnen in de hoek. De eerste hoek beginnen we. Leggen we een hoekplaat neer. En vanuit daar beginnen we de rechtstand op te zetten. Totdat we uiteindelijk bij de andere hoek uitkomen. Omdat het veld wel aan bepaalde afmetingen moet voldoen, zeg maar, moeten we de laatste plaat moeten we dan pas zagen, zodat alles aan de normen voldoet, aan de juiste afmetingen. Nou, mijn ervaring met Zwaagstra zijn eigenlijk wel positief te noemen. Ze zijn erg betrokken bij hun product. Ze komen regelmatig toch kijken of alles nog volgens het proces verloopt, zeg maar, en proberen daar eventueel ook in bij te sturen. Nou ja, daar is iedereen dan ook naar volle tevredenheid bij betrokken. Dus ik kan alleen maar zeggen, Zwaagstra is een perfecte partij om mee samen te werken.